heel veel gezocht naar wat is spiritualiteit. Het is heel simpel. We zijn allemaal spirits. In Nederlands is het moeilijk te vertalen. We zijn geesten, dat vertaalt niet goed. Maar we zijn spirits. We zijn van essentie goddelijk, onsterfelijk. Het heeft niets met geloof te maken. Het is gewoon wat is. Wij komen van een hoger bewustzijn af en wij keren terug naar een hoger bewustzijn. Ik heb zelf natuurlijk door mijn heel veel jaren ervaring, onder andere met hypnose, heb ik heel veel meegemaakt gebied van vorige levens. Heel veel daarover ontdekt. Er is heel veel aan de hand. Het universum is enorm complex. Maar wanneer we geboren worden in een lichaam, vergeten we eigenlijk wie we zijn. Dus er zit in ons DNA, in onze ziel, zit een soort programma, waardoor we vroeg op laat op zoek gaan naar wie we zijn. En dat kan door meditaties, door boeken te lezen, naar workshops gaan, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk komen we erachter dat we allemaal van dezelfde essentie komen. Dat de essentie waarvan we gemaakt zijn, puurheid is, zuiverheid, onvoorwaardelijke liefde. Maar in de menselijke vorm, wanneer onze ziel zeg maar indaalt, vergeten we dat allemaal. En ik geloof dat het een soort spel is om te leren hoe wij onszelf kunnen vinden in een labyrint van afleidingen. Onze vijf zintuiglijke waarneming, dus onze ogen, oren, noem maar op, tast, reuk, enzovoorts. Dat allemaal wat daar gebeurt is een beperking van wie we zijn. En vaak worden we afgeleid, verleid, omgeleid om te geloven dat het leven alles is wat er is. En dat is het niet. Dus ik leer mensen hoe ze zich kunnen verbinden met een hoger bewustzijn. Hoe ze bijvoorbeeld een gidsen kunnen, met een gidsen kunnen leren communiceren. En daardoor word je geleid. Ik zelf ben op een pad samen met mijn vrouw. Zijn we op een pad wat wij noemen spirituele missie. Wij volgen dit pad. Wij luisteren naar wat onze gidsen, onze hoger bewustzijn te melden heeft. En dat volgen we trouw. We hebben onwankelbaar vertrouwen dat wanneer we die weg volgen, dat alles goed komt. En op deze weg hebben we geleerd om dienstbaar te zijn. Het gaat niet meer om ons. Het gaat erom om anderen te helpen. Wij hebben het goed. En hoe kunnen we de kennis en de ervaring die we hebben overdragen aan anderen, zodat zij ook kunnen ontdekken wie ze zijn en daardoor ook weer een contributie kunnen leveren voor een betere wereld, een beter leven, en zodat we aan de komende generatie die na ons komt, onze kinderen, onze kleinkinderen, een betere wereld kunnen achterlaten. En dat is geen makkelijke opdracht.